Hallo, welkom iedereen in deze video voor, laat me zien, weegschaal ondertussen. En dit is een soort van energie-update voor de komende periode, dus voor een periode van 3 maanden, laten we zeggen van nu tot eind maart. En waarom niet elke week of elke maand dergelijke video's? Omdat eigenlijk energie vloeibaar is. En dat zou dat betekenen dat ik eigenlijk veel te vaak dezelfde boodschap zou geven. En dat is ook wat zinloze ballast, zou ik maar zeggen. Nu, wat gaan we doen? Dit is dus de video voor weegschaal. Dat betekent dat ofwel jij ofwel jouw partner een weegschaal en zon hebt. Dus je zonneteken weegschaal is. Of raad ik ook aan om te kijken naar waar dat jouw noordnode staat. Of de noordnode van jouw tweelingplan. Zodat je ook daar extra informatie ontvangt. Want noordnode heeft te maken met de lessen die je nu in dit leven wenst te leren. En dus aangezien dat dit over een diepe zielsconnectie gaat, is dat daar ook mee verbonden natuurlijk. Wat gaan we doen? Dus we gaan bekijken wat de schaduwen zijn van de mannelijke en de vrouwelijke energieën. Dan gaan we kijken naar de energie van de connectie. Dan gaan we kijken waar dat de mannelijke energie bewust denkt, de vrouwelijke energie bewust denkt en dan ook boodschappen naar elkaar. En dat zal het ongeveer zijn voor deze video. Zoals je ziet heb ik ondertussen al een aantal kaarten gekregen. Voor de mannelijke energie hebben we de full kaart, maar ondersteboven. En daar hebben we als kernwoorden journey, progress en pathways. Dus een nieuw pad, een nieuwe reis. En bij de vrouwelijke energie krijgen we code. Met 5, die te maken heeft dus met transformatie. En de kernwoorden zijn puzzels, synchroniciteit en coincidence. En dan gaan we onmiddellijk eens zien wat dat er hier nog meer over te zeggen valt. Weegschalen. Wat moeten we nog meer weten over de weegschaal? Dus dat voor de mannelijke energie. Dus de full card. Dan hebben we de necht van munten. Ik zeg goed. Hier 4 van munten en hier de 3 van zwaarden, maar ondersteboven. En ik voel dat ik onmiddellijk al die van de vrouwelijke energie ook mag doen. Ik krijg ook hoofdpijn. Dus ik heb het gevoel dat er hier één van beiden, of allebei, veel te veel in hun hoofd zit over de connectie. Probeer uit te zoeken wat dat betekent. En ook letterlijk, zoals we eens gaan, heel het heen en weer. Wel eens niet eens, wel eens niet eens. Dat kan zijn dat het over de connectie gaat. Dat kan ook gewoon zijn dat het over iets anders gaat. We hebben weer de Empress. En ja. De 2 van bekers en de Queen, de koningin van bekers. Ja. Het is heel duidelijk dat de vrouwelijke energie in deze connectie sowieso al een stuk verder staat in haar eigen spirituele groei. Want wij hadden hier de codekaart. Dus zij, de vrouwelijke energie in deze connectie, heeft eigenlijk al het een aantal andere dingen ontdekt over deze connectie. Heeft al een aantal dingen geleerd over deze connectie. Ziet ook wat en weet ondertussen ook waarover dat gaat. Maar zit nu eigenlijk een stukje vast. Omdat ze probeert die verbinding in het fysieke te krijgen. Probeert verder naar het volgende level te brengen. Maar die mannelijke energie wil niet mee. En ik ga uitleggen hoe dat komt. Maar dus, hetgeen wat de komende 3 maanden eigenlijk de vrouwelijke energie mag gaan doen, is om nog meer te leren te vertrouwen op de dingen dat ze voelt. Dus op de emoties, op haar hoge priesteres-energie. Om echt meer vanuit dat hoger bewustzijn haar leven gaan vorm te geven. En vooral te focussen op de eenheid die er al is. Want uiteindelijk, als dit die mannelijke energie, waarvoor je nu kijkt naar deze reading, als die echt jouw tweelingbloem of tweelingziel is, of jouw voorbestemde partner, dan gaat die automatisch in jouw leven komen, ook op een fysieke manier, als jij het nodige werk doet. En dat betekent in eerste instantie die eenheid in jezelf te brengen. Dus daarom die 2 van bekers is voor mij altijd eenheid in zelf. Daarom zie je ook weer die sphinx en dan die leeuwenkop. Waarom? Omdat je jouw eigen vuur, jouw eigen passie nog meer mag gaan onderzoeken en nog veel meer mag gaan in het fysieke gaan brengen. Want we zien hier niets van aardeteken, we zien hier niets van denken, van lucht, misschien dat dat later komt. Maar dus, dat is het stuk
waar je als vrouwelijke energie nog veel meer mag meester gaan en worden. Dus die emoties. Dat zijn twee bekerkaarten. Terwijl bij de mannelijke energie zien we eigenlijk twee munten. Dus twee aardekaarten en de drie van zwaarden. Dat is een luchtkaart. Dus die heeft te maken met mind, met de gedachten. En dus de mannelijke energie in deze connectie zit eigenlijk nog niet zozeer op het pad van de ziel. Dus ze zijn misschien al wat wakker, maar nog niet zo ver als wat je misschien als vrouwelijke energie gaat denken. Wat dat de grootste reden is, waarom dat de connectie nog niet is waar je als vrouwelijke energie verwacht dat hij is. Dus één les voor de vrouwelijke energie. Laat alle verwachtingen los, want controle is het ergste wat je eigenlijk kan gaan doen en wordt toch niet getolereerd in dergelijke connectie. Integendeel, dat ga je gewoon als een boemerang terugkrijgen. Maar dus, wat zien we hier? Dat de mannelijke energie gewoon puur gefocust is op het creëren van zijn eigen stabiliteit. Dat hij probeert allerlei dingen tegelijkertijd in de lucht te houden. Er zijn verschillende dingen in zijn leven aan het veranderen en het verschuiven. En hij probeert eigenlijk nog angstvallig vast te houden aan de dingen dat hij gekend heeft. Omdat hij niet goed weet wat het alternatief is. En waarom doet hij dat? Omdat hij eigenlijk de dingen dat hij gecreëerd heeft, de veiligheid dat hij gecreëerd heeft voor zichzelf, was uit zelfbescherming. Om niet meer gekwetst te worden. Maar dat gaat dus de komende maanden niet meer toegestaan worden. En dus eigenlijk zijn fysieke wereld zoals dat hij het gekend heeft, gaat beetje per beetje afbroken. Dus net daarom, vrouwelijke energie is super belangrijk, en zelfs nog des te belangrijker, om te focussen op jezelf en op de alchemie. Dus te focussen en de verbinding verder vorm te geven in de energie. Want dat is de taak dat de vrouwelijke energie heeft. De vrouwelijke energie leidt altijd in energie. In 5D en hoger. Maar natuurlijk moet je daar eerst zelf dan zijn in 5D. En dan gaat de mannelijke energie die groei, die innerlijke groei dat de vrouwelijke energie doorgemaakt heeft, spiegelen. Door zelf in zijn groei te stappen. En om het uiteindelijk dan ook later zelf in het fysieke teweeg te brengen. Dan zien we dan de energie van de connectie. Dan krijgen we weer vier kaarten. Laat zien, hè. Ja. Dus, we krijgen de Ace of Orbs omgekeerd. Dus het gaat over vooral focus op de verbinding met je ziel, de verbinding met je hogere zelf en dus niet op de verbinding met die mannelijke energie. Wel focussen op de verbinding in jezelf, dus die ene mannelijke en vrouwelijke energie in eenheid samenbrengen. En dus niet meer zitten treuren van wat dat er... Kijk, dat is hetgeen wat er is, maar er komt niet meer. Want dat werkt niet, dat heb je gezien. De taak, zeker als vrouwelijke energie hier in deze connectie, de grootste taak ligt nu daar, bij de vrouwelijke energie, kan het niet anders omschrijven, is om eerst die vervulling in zichzelf te vinden, los van die mannelijke energie. Eigenlijk in deze video zou ik nu verder moeten gewoon alleen maar over dingen zeggen voor de vrouwelijke energie, maar we gaan zien hoe dat er komt natuurlijk. Maar dus het is belangrijk dat je voor jezelf die stabiliteit gaat creëren, dat je die twee... Die eenheid in jezelf, van kijk, je krijgt het hier en hier nog eens. Hier ook weer, die Ace of Orbs. Ook al gaat het over orbs, die te maken hebben met het luchtteken, dus met gedachten. Er is heel veel water. Dus leer meester te worden over gedachten. Leer meester te worden over emoties. En van daaruit ga je dan eigenlijk je vuur die je voelt in jou. En die liefde die je voelt voor die mannelijke energie. Ga je kunnen gaan op een nieuwe manier gaan neerzetten en kristalliseren. In het fysieke. En dat gaat dat jou dan weer vruchten brengen. Dat gaat ervoor zorgen dat die mannelijke energie in zijn groei kan stappen. En oeps, dan ben je vertrokken. Wat is het bewuste denken? Waar zit het bewuste denken van een mannelijke energie? Wat ik ook hier moet zeggen, is dat als jij een vrouwelijke energie bent die kijkt, dat hetgeen waar dat de mannelijke energie, wat we nu bespreken, de mannelijke energie, ook voor jou kan van toepassing zal zijn. Want, zeker in het begin, waar ik voel dat deze connectie staat, is er nog heel veel weerspiegeling. En zijn de dingen waar je mannelijke energie als externe persoon tegenaan loopt, ook stukken die nog in jouw innerlijke mannelijke energie verder geheeld mogen worden. Maar, zoals ook hier, focus eerst op het verder heelen van je vrouwelijke energie. En dan ga je als automatisch zien wanneer dat de stukken rond die mannelijke energie aan bod komen. Dus wat krijgen we bij het bewuste denken van
Van de mannelijke energie krijgen we de Fool kaart ondersteboven, de Abundance kaart ondersteboven. Dus dat is de 3 van bekers. Dan krijgen we de 5 van wanten. En nog eentje. Ik probeer dit eruit te krijgen, maar lukt niet. Ja. En de 1 van, ja. Dat voelde ik het daarnet al. Dus de mannelijke energie probeert echt iets te maken van zijn leven. Maar zoals ik daarnet gezegd heb, kan dat niet meer gebeuren op de manier waarop hij het altijd gedaan heeft. En dat maakt dat hij verplicht wordt om te gaan kijken van, maar ja, wat is het dan dat ik met mijn leven wil gaan doen? Wat is dan dat, ja, wat kan ik gaan doen? Wie ben ik? En waarom loop ik hier rond? Die essentiële vragen, dat zijn allemaal stukken die bij deze mannelijke energie nu spelen, of die de komende 3 maanden gaan spelen en naar boven gaan komen. En dat heeft ook te maken met die noordnoden. Maar je ziet ook dat teken hier, dat heeft te maken met die noordnoden. Dus daarom ook, ik zeg, noordnoden is belangrijk. Dus nu met Mercurius retrograde, gaat dit nog duidelijker naar boven komen. Van, is die introspectie voor die mannelijke energie nog superbelangrijker. En dus die toren dat die gaat creëren, gaat ervoor zorgen dat die eigenlijk een nieuwe band, een nieuw begin in zijn passie gaat ontdekken. Er gaat een stuk in zijn van zichzelf dat hij eigenlijk nog nooit eerder, of wat hij misschien als kind wel gehad had, maar dan genegeerd heeft of diep verborgen heeft. En dat gaat nu weer naar boven komen en daar gaat hij weer aandacht aan geven. Dan krijgen we voor de vrouw, voor de mannelijke energie, de 2 van zwaarden. En dat hangt men niet ondersteboven, gewoon. Ik voel dat voor de vrouwelijke energie nu, naar aanleiding van Kerstmis, ook heel veel dingen gebeurd zijn. Dat er een aantal inzichten gekomen zijn. Ik ga zo dadelijk die koptrappen eens in de grond gevallen. En hier. En dan krijgen we de Prince of Wands. Ja. En dat is nog... The Lovers. Ja. Er is veel gebeurd. Ik ga het zo doen, anders kan YouTube weer wat moeilijk doen van de beelden. Dus we krijgen hier de Hanged Man. En dan zien we dat er nog op staat met het ankerkruis. Dus de vrouwelijke energie is echt nu, met aanleiding van Kerstmis, echt in een groei geduwd. Om die eenheid in zichzelf te gaan creëren. Want je ziet hier ook weer de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. In heel veel tarotkaarten ga je ook de leeuw en de vrouw zien als een teken van de strength card. Dit is nu de prins van wanten, dus het vuurteken, de passie. En dus, dat gaat erover, dat is ook maar 1 kar. Dus de bedoeling is dat je als vrouwelijke energie gewoon eerst succesvol wordt in jezelf. De eenheid die jezelf brengt, maar zonder wat je weet en zonder je wilt dat die mannelijke energie er al is. Want dat gaat er dan uiteindelijk wel voor zorgen dat die mannelijke energie zal komen. Want kijk, die leeuw die hier is, die staat hier ook. Maar bij de mannelijke energie. En dan dit teken is eigenlijk het andere paard, waar je in heel veel decks gaat gaan zien. Wat je ook ziet hier, is dat de connectie beschermd wordt. Dus daarin moet je zelf eigenlijk niet mee bezig zijn. Dus alles vraagt van jou om op een andere manier naar de connectie te kijken, om niet met het gevoel te hebben dat het of het een of het ander is, maar dat je eigenlijk alles kan. En dat het gebeurt door die hoge priesteres in jezelf te gaan omarmen. Om het... Ik zie hier ook de blauwe roos. En de blauwe roos is ook een teken van onvoorwaardelijke liefde. Om dus eigenlijk via de... Ik zie hier ook hier een weegschaalteken. Om via de... Wat ik nu zeg... om via de bril van onvoorwaardelijke liefde eigenlijk naar deze connectie en vooral in eerste instantie naar jezelf te kijken. Wat is de boodschap van de mannelijke energie naar de vrouwelijke energie in deze connectie? Wat is de vrouwelijke... Laat zien, deze nieuw... De energie in dit deck is all over the place.
Misschien ben je, is jouw energie ook all over the place. Maar wat zegt de mannelijke energie? Ons lot is aan het roepen. Voorbereidingen zijn onderweg, zodanig dat we de volgende stap kunnen nemen. Wat is het nog dat deze connectie of de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie wil zeggen? Ik voel dat de mannelijke energie ook zo wat terughoudend is. Dus, maar dat ook logisch is, hè? We hebben het daarnet ook gezien. Hij probeert zijn hart nog heel angstvallig extra te beschermen. En wat zegt hij ook? Er zijn lessen te leren van dit. Ondersteboven. Ik ben aan het leren over tweelingvlammen en het voelt juist voor mij aan. Maar het ligt ondersteboven, dus dan ga je het zien dat hij in de komende 3 maanden inderdaad meer gaat toekomen. Ook nog ondersteboven. Je denkt dat ik niet luister naar jou, maar ik luister wel. Ik hoor alles wat je zegt en ik herspeel of herbekluister eigenlijk de conversaties in mijn hoofd. Misschien als jullie chatten, dan gaan ze de berichten opnieuw gaan lezen. Of als je voice notes of zo stuurt, dan gaan ze ze ook regelmatig opnieuw gaan herlezen, zoals mails of wat dan ook. Of als je dat niet is, dan gaat het ook zo dat ze doorheen de sociale media helemaal gaan. En ook nog ondersteboven. Vorige levens beïnvloeden onze connectie. Ik heb jou eens verloren in een vorig leven en dat maakt mij bang. Ik moet dit verdriet eerst healen om vervolgens de liefde tussen ons te kunnen laten stromen. En dat is ook iets dat is aan bod gekomen in de connectie. Dat is ook hetgeen dat we ook gezien hadden in, met die drie van zwaarden. Waarin dat hij dus allerlei dingen nog doet om zijn hart te beschermen. Omdat hij nog niet het vertrouwen heeft dat deze connectie oprecht is, dat het echt is. Maar ik kom er wel. Het is belangrijk dat hij hem inderdaad dat vertrouwen heeft. Wat zegt de vrouwelijke energie aan de mannelijke energie? Ik sluit mijn ogen en verbeel me in dat je hier bent. Het voelt zo echt. Ik begin meer en meer te begrijpen wat het betekent om samen met jou te zijn in de 5D. Ik zal constateren wanneer ik in staat ertoe ben. Nu is mijn leven veel te ingewikkeld om jou erin te brengen. Maar weet dat ik met jou wil praten. Ja. Ik voel dat iedereen wel gaat weten wat dat dit voor hemzelf betekent of haarzelf betekent. Dat is dan de boodschap van de vrouwelijke energie. Voilà. De vrouwelijke energie wil nog zeggen. Deze reis leert ons de meest belangrijke spirituele les geduld. Dat is ook zo. En je zit nu in oude patronen, maar je kan het niet zien. Let ook op, het is een mirror, dus een spiegel. Dat betekent ook dat er iets is die in beiden aanwezig is. Dus als jij de vrouwelijke energie bent, je zegt dat tegen de mannelijke energie, maar dat zegt dat ook tegen de mannelijke energie in jezelf. Dus kijk eens waar dat je dan zelf ook nog tegen een aantal patronen aanloopt. En vergeef jezelf daarvoor, want uiteindelijk is dat gewoon ook een onderdeel van het ganse proces. En dan gaan we nog eens kijken om deze dingen af te ronden. Met welke universele vlammen dat je kan samenwerken voor stukken in jezelf, stukken in de connectie, stukken in je eigen mannelijke of vrouwelijke energie, te gaan healen in financiën of wat dan ook. Dan krijgen we als eerste aartsengel Uriel met deze vlam en vriendschap. En dan zie je ook weer die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus het is belangrijk dat je dat je zo vaak als mogelijk naar de ander kijkt vanuit die bril van liefde. Dat je ziet wanneer dat iemand vanuit wonden naar jou toe reageert. En wees op dat moment de meeste wijze. Wees de volwassene, wees de ouder op dat moment. Ja, dan vliegt eruit compassion. Dus heb compassie. Zie van waaruit dat de andere om een of andere reden reageert. Als je niet weet hoe je met de vlammen kan samenwerken, bekijk dan de video, de videoserie die uitlegt wat dat de vlammen zijn, de universele vlammen zijn. Je kan ook de transmissies beluisteren die gratis beschikbaar zijn op YouTube. Of je kan het 9-weken programma volgen waarin dat je uitgebreid leert te werken met deze vlammen. En waarin dat je doorheen de 7 modules eigenlijk leert wat dat betekent om de vlammen te gebruiken voor je eigen healing, voor je proces, voor
je manifestaties en zo verder, zo meer. Nu, als je een eigen healing wenst met die vlammen, of je wenst een reading of een channeling specifiek rond vragen van je tweelingvlamconnectie, of je eigen groei, of rond stukken schaduwen dat je niet goed weet wat je ermee moet doen, of hoe je ze kan gaan transformeren en healen, dan kan je dat allemaal reserveren via de linkjes onderaan de video. Voilà, dat was voor deze video. Ik wens je een fantastisch einde jaar en tot in de volgende. Dag!